Ik ben Maurits Haningraaf. Ik heb een melkveebedrijf in Marekessel, onder de rook van den Bos, in een rivierkleigebied. We hebben een veestapel van ruim 130 koeien, waarvan we er 110 melken. Ja, we hebben gekozen voor Fullwood Quick Edge, omdat we in de korte tijd veel koeien willen melken op een fatsoenlijke manier. Het melken gaat hier hartstikke goed. Koeien komen graag de melkstal in. De 113 koeien die we nu melken zijn in een uur en een kwartier allemaal door de melkstal geweest. Vergeleken met de vorige melkstal valt het me gewoon op dat de koeien snel uit zijn. Ze zijn altijd gewoon goed leeg. Nou, de melkkwaliteit is goed. We hebben een laag kiemgetal, lager dan voorheen. Ja, melksnelheid is natuurlijk hartstikke belangrijk. Alleen je wil niet dat die koeien in een razende gang uitgemolken zijn. Want dat lijkt me dan ook weer niet alles goed te zijn. Maar als voorbeeld kan ik zeggen, toen we begonnen te melken had ik 4 koeien die ik moest spuiten met oxytocine omdat ze de melk niet loslieten. Inmiddels is dat gereduceerd tot 1. Ja, ik denk niet dat we die beter kunnen krijgen, maar het feit dat die andere 3 koeien inmiddels gewoon gemolken worden zonder ondersteuning, zonder hulp, ja, dat zegt mij eigenlijk wel dat het een koevriendelijke manier is van melken. En dat waren waarschijnlijk wel koeien die hadden een hekel aan het melkstel en aan die hadden misschien wel pijn met het melken en dat is nou eigenlijk helemaal verdwenen. Ja, mastitis is een probleem wat elk bedrijf heeft. Dat wordt niet alleen opgelost door een betere melkstal. Ik kan wel merken dat de uigezondheid beter is. En dan heeft dat ook vooral te maken met dat de koeien, ja, en we blijven er terugkomen, beter uitgemolken worden. We hebben in 2009 een nieuwe koeienstal gebouwd. We hebben vorig jaar een nieuwe melkstal gebouwd. In een nieuwe koeienstal kunnen 130 melkgevende koeien. En daar willen we naar groeien. En als we daar als gezinsbedrijf rond kunnen zetten, dan ben ik er heel tevreden mee. En dan hoeft het voor mij niet groter te worden.